Het nieuws is als volgt, ook inmiddels online op onze website te zien. Het persbericht NPO weigert ongehoord nieuws op de avond. Wij doen er alles aan om dit geluid, dit belangrijke ongehoorde geluid, ook in de avond op tv te brengen, zodat we een nog veel groter publiek kunnen gaan bereiken. Daar hebben we ook keihard voor gestreden in de onderhandelingen met de NPO. Maar de NPO maakt duidelijk dat in 2025 ook geen ruimte komt voor ongehoord nieuws op de avond. Ondanks dat we hartstikke hoog worden gewaardeerd, dat is ook heel erg duidelijk, het gaat gewoon niet gebeuren. En dat is ontzettend triest nieuws. En daarom vroegen we vanmorgen onze omroepvoorzitter Arnold Karskens om een reactie. Vanaf het begin is Ongehoord Nederland eigenlijk tegengewerkt door de NPO. Nou, dat heeft geresulteerd in 3 sancties, 2 rapporten van de NPO-ombudsman, een boete van ruim 2,5 ton, een verzoek tot het intrekken van onze uitzendlicentie. Nou, uiteindelijk heeft dat niks geholpen, want we bestaan nog steeds. We hebben ook recht om te bestaan. De staatssecretaris heeft het zelf toegegeven. Dus we proberen de NPO nu ons tegen te werken door ons opinieprogramma Ongehoord Nieuws geen avondslot te geven. Nou, we zitten nu op de middag, maar in de avond bereiken we natuurlijk veel en veel meer mensen. Nou, wat is daar nog oneerlijk aan? De politieke wind die nu in Nederland en in Europa waait, geeft ons geluid extra kracht. Mensen willen een ander geluid horen over massa-immigratie, over klimaathysterie, over de Europese instellingen, globalistische organisaties, noem maar op. Nou, dat wordt door Hilversum tegengehouden. En dat is in strijd met de mediawet, dat is in strijd met de politieke wind die nu waait. Ja, ongelooflijk. Die kiezer die zich uitspreekt in het stemhokje gaat dat niet voorlopig in ieder geval niet terugzien op de publieke omroep in de programmering.